wat ik gemaakt heb om het eerste exemplaar bij deze aan te bieden aan de burgemeester van Ameland, die ik heel veel leesplezier wens. Ik hoop dat het u lukt om het boek te lezen. Ik hoop, het is wat dat betreft, nou ja, het combineert uw twee vaardigheden, interesse met de Scandinavische landen en natuurlijk hier op Ameland en ook aandacht veiligheid op zee is iets. En ook nou ja, de redding van de zaken. Dus nou ja, u was de logische keus. En wat ik ook nog even moet zeggen, dat we hier ook niet voor niks staan hier in Hotel de Jong. Want Hotel de Jong is het hotel geweest, dat heette overigens toen nog wel de Boer, waar de Zweedse mensen zijn ondergebracht. Dus hier hebben de Zweedse schipbreukelingen een dag of 10 verbleven. De koksmaat en de kok die hebben de keuken een beetje bijgesprongen. De andere mannen hebben geloof ik wat meer oog gehad voor de Amelandse schone, als ik het zo begrijp. En af en toe gingen ze nog wel eens even naar dat schip om te kijken. Ja. Ze hebben overigens ook hun makkers begraven hier, want er zijn twee van de makkers zijn aangespoeld en die liggen hier op het kerkhof. Overigens zonder steen, maar ze liggen hier wel begraven, dus dat graf is er ook nog steeds. Dus hier is heel veel gebeurd wat ook met die Malmö te maken heeft. En niet alleen de Zweden hebben hier gezeten, maar ook de bergers van de firma Doekse, die hadden dit als centraal punt. En het was natuurlijk ook heel mooi dat het tegenover het gemeentehuis, het voormalige gemeentehuis, maar toen was het gemeentehuis van Ameland was. En daardoor waren de lijntjes met de burgemeester waren kort. Dus dat was heel mooi. Nou heel erg bedankt. Grappig is dat er toch altijd weer zoveel aanknopingspunten zijn die je niet verwacht. Ik hou van schepen en van varen. Ik heb zelf ook gevaren. Ik hou me nog erg bezig met schepen van veiligheid die boven de Nederlandse eilanden, de TE-route. En eigenlijk zijn de thema's van toen zijn nog steeds de thema's van vandaag. Er varen nu 50.000 schepen hier per jaar voor de eilanden langs. En het worden er in de komende 10, 20 jaar 100.000. En dat is een behoorlijke impact op veiligheidsvraagstukken. Het gebeurt toch nog steeds dat de ladingen overboord gaan. En ook dat er schepen zijn met houtladingen die tot problemen leiden. In 2007 hebben wij hier 4 kilometer hout gehad. In de lengte op het strand. Dat heb ik als strandvonder mogen begeleiden. En mijn enige begeleiding was dat wij alleen maar de kentekens lieten noteren van degene die meenamen. Want er was toch geen houden aan. En ik moet zeggen, binnen 24 uur was het strand ook helemaal brandschoon. Dus wat wil je nog meer? Alleen daarna heb ik nog 2 weken moeten onderhandelen met diverse verzekeringmaatschappijen over het hout. Een anekdote is dat een dag later zaten al 2 advocaten bij mij op kantoor. En die had ik met de rug naar het raam gezet op mijn kamer. Maar terwijl wij aan het praten waren en ik aan het uitleggen was dat het wel een beetje meeviel met het hout, er was niet zoveel aangespoeld. Maar reden de trekkers met opleggers van het raam langs met al het hout, maar dat zagen die advocaten niet. En uiteindelijk zijn ze op het hele eiland gaan zoeken naar het hout en kwamen terug, want ik had ze een lijst gegeven met 350 adressen. En toen kwamen ze wat witjes om de neus terug met de opmerking van ja, het ligt overal en het is ongesorteerd. Ik zei, wat dacht je dan? Het is ook ongesorteerd aangekomen, dus wat doe je? Nou, uiteindelijk hebben ze er maar vanaf gezien en heel Ameland had een beste lading hout waar ook weer schuurtjes van gebouwd zijn. Alles zouthout, geen goed hout heb ik geleerd inmiddels. Ja. Ook de link met de KLM vind ik wel heel erg leuk. Theo zit ook achter en die weet ervan. Die twee posten hier op Ameland, nou, dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag. En er is altijd op Ameland wel een klein beetje gedoe over oost en west en over de ene post en de andere post. Het grote schip, het kleine schip. En er is inderdaad 1 KLM Ameland, 1 plaatselijke commissie en 1 voorzitter, de burgemeester, maar wel 2 posten. Maar het heugelijke feit is wel dat een paar weken geleden de voltallige bemanningen van beide posten, van NES en van Ballenbocht, besloten hebben dat zij de komende tijd verder willen gaan als 1 post Ameland. Met 1 gebouw, wel 2 boten en ook wel 2 plekken waar die schepen liggen waarschijnlijk, maar wel als 1 KLM Ameland. Dus wat toen speelde, is in 2016 definitief opgelost. Dat is dan toch wel heel erg mooi, dat kan. Dat,
En ik vind het ook heel knap trouwens dat die bemanningen daar zo in zitten. Want het belang uiteraard voor het redden van mensen, dat gaat voorop. En uiteindelijk ben je maar één eiland wat dat betreft. Dus ik vind het heel mooi. Ik heb zelf nog geen schepen op de kust meegemaakt. Volgende keer deel even aan. Hebben wij sinds 2006 schepen op de kust gehad? Nee, hè? Niet echt. Ja, een zeilbootje. Ja, een zeilbootje. Ja. Maar geen vrachtschepen. Maar wat wel nog wel een punt is, er vallen nog regelmatig containers overboord. Tegenwoordig is de losse lading niet meer zo erg in. Maar containervaart natuurlijk des te meer. En dat is, heb ik ook wel eens vaker in het nieuws gemeld. Er vallen gemiddeld genomen in het hele TE-routegebied, dus Nederland, Duitsland, Denemarken, 150 containers per jaar overboord. Waarvan maar een heel klein deel aankomt, dus aanspoelt. De rest zinkt gewoon en ligt er ergens op de bodem. En wereldwijd 10.000. En dat is dus een milieuvraagstuk, hè? Want leg ze maar eens op een stapel, 10.000 containers per jaar, 10.000 40 voet bakken, vrachtauto's. Dan is dat een enorme milieubelasting. En het vraagstuk, hoe kan dat nou? Nou, dat is gewoon, ze zijn verzekerd. Schepen varen in een soort spoorboekje tegenwoordig heen en weer over de wereld. En vooral tussen de Europese steden met kleinere schepen. En dan is tijd, is geld. Dus die dingen worden niet goed vastgezet. En dan gaan ze slingeren. En dan vallen de achter gelijk, omdat ze met acht op een stapel zitten, vallen overboord. Nou, en dat is nog steeds, tot op de dag van vandaag, ben ik toevallig een maand geleden nog bij de minister over in gesprek geweest, niet opgelost. Dus dit komt nog voor. Ja. Dus bergen blijft van belang. En we hebben ook een klein bergenbedrijf op Ameland, maar bergen blijft in dit gebied van belang. En ook redden van mensen blijft ook een belangrijk ding. En dat neemt zeker met de scheepvaart toename, neemt het niet af, maar eerder toe. Dus ja, ik denk dat het goed is dat dit soort geschiedenis geschreven wordt. En ja, nog even over de huizen die hier op de achtergrond. Ik zie er twee, maar ik ken er nu nog maar één, volgens mij. Het is een 201 kappen. Ja, het is een 201 kappen. Ja, maar ik was eerder een keer al, mensen die eigenaar zijn van het huis, die waren mij al een keer een paar jaar geleden aangeschoten met de opmerking van, waar deze huizen naar verwezen. Want toen vroeg mijn vrouw toevallig van waarom staat die naam eigenlijk op de gevel. Dus toen had ik het verhaal al een keer gehoord van, dat verwijst naar deze schip. Ja. Dus erg goed dat u het op papier heeft gezet en daardoor de geschiedenis tastbaar is. En inderdaad, internet is mooi, maar ik vind boeken nog mooi. Ja. Dus heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Heel mooi. Nog even een kleine opmerking. Wat ook leuk is van deze wandeling, de burgemeester refereerde al even aan, is berging. Maar ook de berging heeft hier op Ameland heel lang doorgesleept van deze beide, van deze schepen. Ik heb namelijk ook de Tartar behandeld, dat is nu even nog een beetje onderbelicht gebleven. Dat is een Noorschip. Dat is eigenlijk een dag, een week na de Malmö is er een Noorschip gestrand, ook met hout. Daar had dus die Johanna dat Noorse, die Noorse link gelegd, dus dat klopte wel ergens, maar niet helemaal. De Tartar was een spookschip toen het hier voor de kust van Ameland strandde, want iedereen was al van boord. En daar is dus geen bemanning gered. Er is de reddingboot wel heen gevaren, maar toen weer teruggekomen, omdat ze bij roepen geen gehoor kregen. Maar ja, toen vroeg de vertegenwoordiger van de rescue-missie aan land van, hebben jullie wel voet aan boord gezet? Weet je wel zeker dat er niemand aan boord was? Ja, dat hebben we niet gedaan. Terug. Dus toen zijn ze teruggegaan, toen hebben ze aan boord echt gekeken, het hele schip doorgelopen, een wekker meegenomen van kijk, bewijs, we zijn aan boord geweest. Ja, waar die wekker is, dat zou nog leuk zijn als die ergens op dook, maar goed, dat is nog niet gezegd. Maar, en toen hebben ze dus gezegd, nou ja, dan moet dat schip ook maar in de berging mee. En dat is dus door de firma Doekse, is dat, en zo zijn die strandingen van de Malmö en de Tartar eigenlijk in het bergingsproject één project geworden. En zelfs tot in de jaren 70 was de Tartar nog zichtbaar hier op het strand van Ameland. De Malmö was toen al wel ondergesneeuwd, maar er is ook nog wel aardig wat van de Malmö zichtbaar gebleven, heel lang. En Bertus, Dikke Bertus, ik mag hem zo wel noemen, want dat was zijn bijnaam hier op Ameland. Die heeft in de jaren 50 nog geprobeerd om van die Tartar wat mooie oud ijzer voor zijn zaakje weg te halen. Maar dat is, het is wel deels gelukt, want hij heeft een heel mooie ankerspil gehad. En die ankerspil die hadden ze zo goed in de menie gezet, dat Dikke Bertus die kon hem er zo, in één beweging kon hij hem eruit draaien en hebben ze die hele ankerspil. En dat was nog heel hoogwaardig ijzer ook, heb ik inmiddels begrepen.
En dat, dat heeft nog aardig wat opgeleverd, dikke Bertus. Maar de rest heeft hij helaas moeten laten lopen, want hij kreeg ondanks snijbranders en ondanks de hulp van kleine Jan, Lintse Jan, is het niet gelukt om er veel ijzer meer af te halen. Maar dat geeft dus ook even aan dat we hier te maken hebben met een tweetal schepen die ook nog in lengte van jaren met Ameland geassocieerd zijn. Dus, en het is natuurlijk ook nog wel leuk dat hier de zoon van Bertus inmiddels ook is aangeschoven. Dus die, dat is dan een leuke link toch even. Die wil ik ook nog even leggen. Goed, nou mensen, ik zou zeggen, er komen wat drankjes en hapjes, denk ik. Zo is het. En dat gaat Theo even zorgen. Ik wil het Hotel de Jonkerezen ontzettend bedanken voor de gastvrijheid en het openstellen van deze zaal en het faciliteren van de hele presentatie. Want dat is heel mooi dat het hier kon, vanwege al die linken met de zaken.